Nou, we zijn vandaag in Kralingen-Oost heel specifiek. De Lusthofstraat achter mij, met heel veel zijstraten, die ook heel veel studenten huisvesten. En natuurlijk ook andere Kralingers. De reden dat wij hier zijn, is omdat onze inbox op de fractie overloopt met mailtjes van klachten over studentenoverlast en gebrek aan handhaving. Studentenoverlast, een probleem wat niet alleen in Kralingen-Oost speelt, maar ook in andere delen van de stad. Een probleem wat bij ons betreft moet aangepakt worden. En begrijp ons goed. Ook wij vinden dat studenten een recht hebben op een woonplek in Kralingen-Oost en andere delen in de stad. Alleen de woon- en leefplezier van al die andere bewoners mag daardoor niet in het geding komen. Overlast moet aangepakt worden. Bewoners hebben last van zwerffietsen, blikjes bier, drank op straat, luide feestjes tot laat in de nacht en grote groepen studenten die laat en luid thuiskomen midden in de nacht. Die overlast, daar komt wat Leefbaar Rotterdam betreft een einde aan. Wij gaan ons inzetten in het behouden van die nulquota per straat, zodat op bepaalde straten geen kamervergunningen meer verleend worden. En dat doen wij, zodat die gezelligheid die de studenten meenemen, zich wat meer verspreiden en zich niet concentreren in één straat of twee straten. En wat ons betreft gaan ook de onderwijsinstellingen hun rol pakken. Zij moeten ook die studenten aanspreken op hun gedrag. En aan wethouder Karremans de taak om weer snel en stevig te handhaven op studentenoverlast en andere vormen van overlast. Hier in Kralingen, maar ook in andere delen van de stad. Dat moet gezellig en leefbaar blijven voor iedereen. En aan die studenten, gebruik je verstand.